harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met Sari ook in deze aflevering weer een aantal leuke gasten. Absoluut. We gaan praten over de Alpe d'Huez. De Teistermantlaan Lingen College heeft een team geformeerd. Die gaan fietsen. Daarnaast hebben we natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. We beginnen met Otto van Wijk. En Otto, we snijden een maatschappelijk actueel probleem aan. Ja. Helaas, zou je zeggen. Ja, we hadden het liever beter niet over kunnen hebben, maar... Nee. En dat gaat over geweld. Zinloos geweld, dat kun je het niet noemen. De afgelopen weken in Tiel, flink wat berovingen en mensen die geschopt en geslagen worden. Ja, klopt. Wat is er gebeurd? Ja, afgelopen weekend zijn collega's van mij, die zijn tijdens de nachtdienst gestuit op een persoon die op de grond lag. Toen ze erbij kwamen en keken, was die zwaar gewond. Ze hoorden toen verderop nog geschreeuw, daar zijn ze naartoe gegaan, daar lag nog een persoon op de grond. Die was behoorlijk gehavend, ik heb die persoon gisteren nog gesproken. En zij verklaren, wat ons nu ook duidelijk is dat zij uit het niets zijn overvallen of belaagd door mogelijk drie personen. En die hebben gelijk grof geweld gebruikt tegen hem. Ja. Dat is er nogal pittig aan toegegaan. Dus. Ja. Ja, wat ik had begrepen is, de mannen hebben gestapt met z'n tweetjes. Twee jonge mannen gaan lopend naar huis en lopen in de buurt van de Albert Heijn? Nou, nee. Ze komen wel vanuit het centrum, vanaf het plein. Lopen door de Waterstraat. Eigenlijk dan bij de Intersport zijn ze linksaf gegaan. Ja. Een beetje richting Albert Heijn. Ja. En dan zo vlak bij de Achterweg. Daar is het gebeurd. Uit het niets zijn ze aangevallen en vreselijk in elkaar geschopt en geslagen. Ja. En dat is ook nog een beetje het grote vraagteken. Wat is het doel geweest? Wat is het oogmerk? Waar ging het om? Ja. Waarom zijn deze jongens zo belaagd? Nou, en je ziet het afgelopen weekend, zeg je. Het weekend daarvoor was het op prijs en de week daarvoor ook. Dus het is een trend. Ja, het is verontrustend. Ja, nou, het trend is inderdaad, het klinkt een soort van positief. Weet je, het zijn natuurlijk allemaal persoonlijke drama's, traumatische ervaringen die hier plaatsvinden. Ja, dit heeft een grote impact op de personen zelf, hè, de slachtoffers. Ja, want ik heb dus hier inderdaad dat document waarin zij hun beleving hebben beschreven. Ja. En het is niet echt in briefvorm gegaan, maar een opsomming van hoe zij het hebben beleefd. En ik wil eigenlijk daar een klein stukje van laten horen. Want, lijkt me goed. Want ja, daarmee weet je ook gewoon waar het over gaat. Ik pak gewoon lukraak wat zinnen eruit. Beide mannen zijn bewusteloos gevonden. Beide mannen hebben een hersenschudding en moeten rust houden. Ook zijn ze erg geschrokken. Het is een traumatische ervaring. Een van de twee geeft aan dat hij ook bang is. Toen hij aangevallen werd, heeft hij de noodknop van zijn telefoon ingedrukt en daarmee zijn ouders gealarmeerd. Hij riep door de telefoon: "Mam, bel een zieke auto." Zijn vader heeft daarop 112 gebeld, terwijl zijn moeder met hem aan de telefoon bleef. Nou, hij heeft geprobeerd de plek te beschrijven, maar hij woont nog maar heel recent in Tiel. Ja. En de ouders wonen anderhalf uur verderop. Ja, die zijn ver buiten Tiel wonen die. En de onbekendheid, de persoon kon niet aangeven waar hij was, waar hij stond. Het geluk was dan dat de politie toevallig daar reed. En die stuitte op het eerste slachtoffer, niet deze persoon waarvan de brief is. Maar Het is voor hen heel beangstigend geweest. Dus ze waren er ook snel bij, gelukkig. Ja, gelukkig heel snel. Maar wat is er precies gebeurd? Ook dat wat omschreven zijn. Ja, hier heb ik inderdaad om waar dat geweld dan uit bestond. Hij is tegen zijn hoofd geschopt, in zijn gezicht geschopt, in zijn zij. Verwondingen aan zijn gezicht, op en bij zijn neus. Rechter jukbeen zwaar toegetakeld. De bovenste voortanden en tandvlees zijn beschadigd. Kouwen doet nog steeds erg veel pijn. Linkerpols doet zeer en er zit een wond op. Klaagt over pijn in de linkerzij en ook op de achterkant van de plek bij zijn rug, pijn in de nek, rechterschouder. Er is gewoon keihard geschopt. Ja. Krijg je hier gewoon koude rillingen van? Ja, ik zit ook met een soort van klamme handen. Ja. Ja, ik ben gisteren dan nog bij hem geweest en de angst straalt hij uit zijn ogen uit. Echt, hij ziet het nog helemaal voor zich. Gelukkig heeft hij professionele hulp gekregen. Maar het zal even een tijdje duren voordat deze jongen het een plekje kan geven wat er gebeurd is. Ja. Goed, dit kan zo niet doorgaan. Nee. Dat kan niet. Nee. Wat kan de politie eraan doen? Nou, we zijn hier direct eigenlijk een onderzoek mee gestart. Daar zit een overvallenteam, hebben wij het lopen. Die pakken dit soort zaken op. En er is nog altijd een vraag van: jongens, mensen zijn er getuigen. Hebben ze wat gezien of gehoord? Of komen er verhalen vanuit jongeren die wat weten?
ja, wij zitten er eigenlijk toch wel op te wachten. Ja, ik weet dat jij dat niet zo kunt benoemen. Maar het gaat om getinte jongens, waarschijnlijk uit die criminele Marokkaanse groep die Tiel jammer genoeg rijk is, van een man of 30. Oftewel, ze zijn bekend. Ja, dat is een grote vraag. Dat is de grote vraag. Ja, ik zou graag willen dat ik wat kon zeggen daarover, maar het is nog één groot vraagteken. Ja. En onderzoek zal dat op de leven. Hoe staat het met het onderzoek van, want het is al een aantal weken gaande. Het ja. is één voorbeeld, er zijn er meerdere. Ja. Hoe staat het daarmee? Ik zal je zeggen, niet alles weet ik daarvan, maar op sommige zaken maken ze wel vorderingen. En dat moet natuurlijk niet te lang gaan duren naar een bepaald feit, maar... Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een paar van deze knapen ervoor zorgen dat het uitgaansleven in Tiel gewoon onder het nulniveau komt. Ja. En die kant gaat het wel op, want dit is natuurlijk een kwestie van tijd. Deze jongens zijn erop gestaan. Ja. Kwestie ja. van tijd dat het een keer echt misgaat. Ja, laten we het niet hopen, maar daar mogen we wel voor vrezen natuurlijk. Ik snap dat politie natuurlijk niet alleen dingen kan oplossen. Kunnen mensen, burgers, wat kunnen wij doen? Ja, wees alert. Mensen, sluit jezelf niet af waar je woont. Ik snap dat de mensen altijd netjes de gordijntjes dicht doen en denken van, joh, laat de buitenwereld maar. Kan niet zo zijn. Nee, maar je reageer als je wat hoort of ziet. Ga niet de held uithangen, maar bel, maak foto's, filmpjes. Maak foto's, onthoud je bepaalde kenmerken. Zeg je van, nou, ik haal opvallende schoenen aan of iets bij zich. Ja, dat zijn echt details, daar zitten wij op te wachten. Is het ook niet een idee om bijvoorbeeld een grote groepsapp aan te maken? Iedereen heeft WhatsApp. En daarmee het een en ander heel snel ook te kunnen alarmeren. Ja, je hebt bepaalde wijken in Tiel, die hebben dat. De buurtpreventie, ja. Die hebben ook WhatsApp-groepen. Die zoeken gelijk contact als er wat gebeurt of als ze wat signaleren in hun wijk. Ja, dat kan eigenlijk overal. En dat is ook eigenlijk wel de roep van jongens, de sociale controle. Heb contact met je buren. Als er wat speelt, formeer elkaar en informeer elkaar als er wat gebeurd is. Ja, Tiel is trots op zijn wijkagenten. Maar we hebben er nog steeds te weinig, hè? Ja, ja. Weet je hoe het ermee staat? Nou, ik hoop voor de zomervakantie... de nieuwe wijkagenten te kunnen presenteren. En dat hoop ik wel hier te doen. Dat zou mooi zijn. Dat zijn er drie of vier? Als het goed is komen er vier bij. Vier bij? Ja. Dat is wel versterking van het team. Ja, daar zijn we heel blij mee. Absoluut. Ik zit net te denken, is het niet mogelijk om bepaalde buurten wellicht camera's op te hangen? Ja, dat gebeurt nu sporadisch. Mensen zijn nog wel een beetje bevreesd. Hè. Privacy. Privacy werd vooral geroepen. En dat is in de beginfase ook van de camera's wel... heel erg benadrukt. Maar ja, maar er zijn natuurlijk allerlei leuke, want de techniek gaat zo snel. Elk telefoontje is een camera. Ja. Dus in die zin hoop ik dat, dat deze aflevering van Tiel aan tafel ervoor zorgt dat mensen opstaan en hiermee aan de slag gaan. Ja, de appel valt niet ver van de boom. Echt, we moeten dat soort dingen moeten we hebben. We moeten camera's, we moeten getuigen hebben. Ja, daar is gewoon wacht op. En ook hopen dat de politiek van Tiel dit verder oppakt. Ja, ze doen kleine stapjes. Er komen camera's vanuit de gemeente. Nou, maar een paar grote stappen zou in deze ook niet verkeerd zijn. Nou, ik zou het heel fijn vinden als deze mensen gewoon aangepakt gaan worden. Dat die daders gewoon echt gepakt gaan worden. Ja, deze jongens horen niet meer op straat thuis. Nee, nee absoluut. Nou, dus. Ik hoop dat gaat lukken. Ik hoop het ook. Dus wie weet kunnen we de volgende keer goed nieuws brengen als we hier weer komen. Ja. Nou, dan gaan we daar eens van uit. Laten we het eens doen. Hey, bedankt voor het gesprek, Otto. Graag gedaan. In Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Mevrouw, mag ik u een vraagje stellen? Niet schrikken. Voelt u zich veilig in Tiel? Ja hoor, maar ja, wij komen hier niet zo vaak. U woont hier niet? Nee, nee, nee. We komen hier toevallig vanmiddag winkelen, dus... nee, ik heb geen gevoel van onveiligheid. Mag ik jullie een vraagje stellen? Voor Stadse Weetiel, klein vraagje. Voelen jullie je veilig in Tiel? Ik wel. Ja? Ja. En uw mevrouw? Ja, ik voel me wel veilig. Ja. Ik heb er geen last van. Nog nooit? Nee. Nooit geen last in Tiel. Nee, je hoort nog eens wat, maar daar heeft u geen ervaring mee. Nee, dan nooit. Nou, dan ben ik heel blij om dat te horen. Dank u wel. Alsjeblieft. Voelt u zich veilig in Tiel? Oh, wel hè. Ja, ja. Ik voel me veilig. Ook 's avonds laat? Ja, ook.
Voel jij je veilig in Tiel? Meestal wel, ja. Ja, 's avonds soms niet, maar over het algemeen wel. Nee, 's avonds laat. Ja. Op een zaterdag dan is het wel wat minder, maar over het algemeen wel. Voel je je veilig in Tiel? Ja hoor. Ja. Mama, mogen we Lolly? Dankjewel. Oké. Hey, goedemiddag. Mag ik jullie een vraagje stellen? Het ligt eraan wat voor vraag het is. Als het maar niet mijn portemonnee is. Voelen jullie je veilig in Tiel? Ik wel. Ik kom uit een gebied waar het veel ruiger toe gaat. Ik kom van oorsprong uit Den Haag, dus ik ben wel wat gewend. Begrijp ik. En nu meneer? Nou, persoonlijk voel ik me wel veilig in Tiel. Maar ik hoor natuurlijk wel andere verhalen vanuit hetgene wat ik doe in Tiel. Ik ben voorganger hier in Tiel, zeg maar zeggen. En dan hoor je nog wel eens verhalen, zeg maar zeggen, van mensen die zich niet zo veilig voelen. Ja, triest hè? Dat is wel triest, ja. En ik denk dat het heel belangrijk is als mensen gewoon hun eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. En ze zouden dus de ander uitnemen daarachter dan zichzelf. Dan zou het wat heel wat veiliger worden hier. Maar ja, dat is anders met altijd zo, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Mooie woorden, dank u wel. Graag gedaan. God zegen. Een vraagje stellen. Voel jij je veilig in Tiel? Nou, zover dat ik over straat kom wel, ja. Ja hoor, ja. Voel jij je veilig in Tiel? Ja, ik wel. Ik voel me eigenlijk wel veilig. Ik kom hier vandaan, dus... Ja, ik heb nergens last van. Hartstikke mooi. En in de weekenden ben ik in Tilburg dus. Aha. Dat scheelt een hoop, denk ik. Mag ik jullie een vraag stellen? Zeker. Ja. Voelen jullie je veilig in Tiel? Ja hoor. Ja. Zeker, prettige omgeving. Ja? Ja. En jullie gaan ook gewoon 's avonds over straat? Ja. Niks aan het handje? Nee, helemaal niks. Het is hartstikke veilig hier. Dankjewel. Tot ziens. Voelt u zich veilig in Tiel? Ja, jawel. Tot nu toe nog wel. Maar 's avonds loop ik niet op de straat. Voelt u zich veilig in Tiel? Jawel. Ja. Ik voel me wel veilig, ja. Tenminste, ik heb niet gemerkt van... ik ben wel geen Tielenaar, hè. Ik kom hier wel niet vandaan. Nee, maar u voelt zich hier prima. Ja, ja. Fijn om te horen. Lekker winkelen en allemaal geen probleem. Bij ons aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Jasper Beekman en Sander van Doesburg. Twee hele sportieve mannen die samen met een ploegje van het RSG Lingen College, de sportklas, een enorme sportieve uitdaging aangaan. Klopt. Jullie gaan meedoen met de Alpe du 6. Ja. Ja, en jullie zijn heel hard aan het trainen nu. Ja, klopt ook. Ja, zeker. Moet wel. Vertel Jasper, waar komt dit vandaan om dit te gaan doen? Nou, dat heeft Sander Doesburg verzonnen eigenlijk. Die, ja, Alpe du 6 is nogal bekend. En wat is het eigenlijk? Dat is een berg en er waren... De Alpe du 6? Ja, die kennen we wel van de Tour de France. En er waren vroeger 6 mensen en die hadden een vriend en die had kanker. En toen dachten ze, nou gaan we zijn met z'n zessen, dus laten we 6 keer de berg op gaan. Mm-hmm. En nou, zo kwamen wij op het idee om dat ook te gaan doen met de hele klas gaan we daarheen. En dan met 4 fietsers, 2 leerlingen en 2 docenten, waaronder Doesburg. Gaan wij op de 6 dan befietsen. Een fantastisch initiatief natuurlijk om geld in te zamelen voor een goed doel. Wat is dat? Het goede doel is natuurlijk het KWF en de stichting die daaronder valt, is de Alpe du 6. En ja, uiteindelijk het hoofddoel is zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen om onderzoek naar kanker voor mensen die ziek zijn dusdanig groter te maken dat uiteindelijk kanker geen chronische ziekte meer hoeft te zijn. Klopt. Ja. Het is natuurlijk 10 jaar geleden gestart, dit initiatief. En het heeft heel veel reuring gekregen. En inmiddels is de tendens ook zo dat mensen door middel van sportieve prestaties geld in gaan zamelen. Klopt. Maar inderdaad, dit is een prachtig doel. Heb jij ook nog een persoonlijke motivatie om hier aan mee te doen, Sander? Nou, kijk, mijn persoonlijk verhaal is dat ik 3 jaar geleden zelf ook geconfronteerd ben met kanker. Inmiddels is dat allemaal goed door diverse behandelingen. En mijn collega Marco Verpeer, idem dito, dus daarin hebben wij ook eigenlijk wel een soort van band. En ik geef natuurlijk kinderen gymles, Marco Verpeer ook.
En ik vind het gewoon een leuke, of een uitdaging om samen met de kids dat te gaan doen. Om ook die kinderen te laten ervaren dat het goed is om iets over te hebben voor iemand anders. Ja. En zonder dat je daar iets voor terug hoeft te doen. Ja, je maakt er eigenlijk je geeft er een positieve draai aan. Want je schrik je natuurlijk wezenloos als je op zo'n jonge leeftijd, want je bent nog jong, geconfronteerd wordt met kanker. Ja, klopt, ja. Ja, nou, dat iedereen heeft ongetwijfeld zijn verhaal. Ja, kijk, en tegenwoordig is het eigenlijk, spreek je bijna niemand meer die geen relatie heeft. Er gaan 27 andere kinderen mee als vrijwilligers en we hebben de kinderen. Dus die hele sportklas gaat? Ja, die gaat in zich heel mee, plus nog uit mijn hoofd 12 enthousiaste ouders die ook vrijwillig meegaan die week. En die andere kinderen worden dus ingezet als vrijwilligers op de berg. En die gaan die dag, als wij aan het fietsen zijn, in verschillende bochten, gaan ze wat taken uitvoeren. Dus het is eigenlijk een echt gezamenlijk een grote hek. En wat is jullie streven? Hoe vaak wil jij die berg op, Jasper? Nou, ik hoop dat ik in ieder geval één keer de berg op kom. Ja, dat zou ik al geweldig vinden hoor. En twee keer zou natuurlijk geweldig zijn, want dat mag je als kind maximaal. Nou, dat is ook pittig hoor, die Alpenberg. Het is wel een flinke puist. Ja, ben je al ontzettend aan het trainen? Dat moet, lijkt mij. Nou, ik heb vandaag nog gereisfietst, een week geleden ook nog, maar... En hoeveel kilometers doe je dan? Nou, niet echt bepaald vast, maar 15 kilometer gewoon rustig opbouwen, zeg maar, qua kilometers en qua spieren die je moet krijgen. En het gaat om het inzamelen van geld. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, inmiddels hebben wij verschillende acties al gedaan. We hebben op een zaterdag zijn we statiegeldflessen weer inzamelen met de kids. We hebben paaseierenactie gehad. En nu wat er eigenlijk aankomt, wat het grote ding moet gaan worden, is op 13 mei de dag voor hemelvaart organiseren op school een sponsorlopen annex braderie op het schoolplein. En daarin zetten we alle leerlingen van leerjaar 1. Bij ons op school, en er zijn er rond de 200 in, plus de sportklasleerlingen. En die gaan dan lopen om zo zeg maar, zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen. En tijdens die markt nodigen we de buurt eigenlijk uit om te komen kijken. Hartstikke leuk. En daarin verbinden we ook een stukje veiling aan vast. En we hebben ook nog een online veiling. Veiling, want daar staat iets prachtigs op tafel wat jullie hebben meegenomen. Wat gaat hiermee gebeuren? Dit is eigenlijk een, als ik het goed zeg, een kristal eigenlijk in pure vorm. En dit is oud? Dit is oud en het schijnt veel geld waard te zijn, hebben ze me verteld. Ja, dit soort stukken, maar ook wat er achter, ook wat achter ons ontstaat, dat zijn... Daar kan Jasper misschien wel iets... Weet jij er iets van, vertellen. Jasper? Die heeft Marco Verpeer gekregen omdat zijn... tante, ja, de moeder van de tante, die is overleden aan kanker. En die dit komt uit haar collectie. Ja, dat klopt. Dus en die ook een emotionele waarde. En die deden veel voor goede doelen en die fietste zelf ook veel. En die is dus aan de moeder en die moeder heeft het eigenlijk geschonken aan Marco Pierre. Oké, en daar kan online op geboden worden? Ja. Waar? Welke site? Die online veilingssite, daar moet nog... in werking gezet worden, dus ik kan nu nog niet vertellen waar dat uiteindelijk op geboden wordt, maar we hebben alpdu6.rg/linkcollege is onze verzamelsite. En daar komt dat op te staan zodra het actueel wordt? Ja, dat is gemaakt door de vader van Jasper, die is daar enorm handig in en daar staan eigenlijk alle updates op, foto's, wat we hebben gedaan. Iedereen staat daar op die fiets, de kinderen staan erop met een persoonlijk verhaaltje. En daar kan ik zien van, er komen sponsors op. Dus we zijn daar. Goed, 13 mei komt die braderie en de sponsorloop. Die braderie, voor wie is die? Wie mogen daar naartoe? Eigenlijk iedereen. Iedereen? Ja. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat er zoveel mogelijk geld daar... Ja, inmiddels zijn er al 20 standhouders die voor een bedrag van €30... Kortom, jullie zijn echt voortvarend van start gegaan. Ja. Geld binnenhalen, wat is het doel? Het doel is €10.000 en we zitten inmiddels op de helft. Dat gaat de goede kant. Dus we hebben nog 8 weken voordat we richting Frankrijk gaan. Want 4 juni? Ja, is de officiële... Is de tocht der tochten. Ja. Ja, zeker. Gaat het gebeuren? Nou, dan heb je nog eventjes de tijd, en jij natuurlijk ook, om je daarop voor te gaan bereiden.
Ik wens jullie ontzettend veel succes daar. Geweldig mooi dankjewel. Doel voor ogen. Ik hoop dat 13 mei dat het heel erg druk wordt. En dat er ook heel hard gelopen en heel veel geld verzameld gaat worden. Ja. En ik wens jullie een glansrijke tour toe in Frankrijk op de Alpe d'Huez. Ja, en kom vooral vertellen hoe het gegaan is. En ik meen dat jouw vader opnames gaat maken, hè, tegen de tijd dat het allemaal geweest is. Ja, ik denk het wel. Kunnen ze het mooi laten zien. Ja, ja, leuk. Ja. Hartstikke goed. Ja. Succes. Dankjewel. Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gasten. Dat zijn Dave Verbeek en Sven van Inge. Welkom. Jullie hebben een heel mooi project en dat heeft te maken met sport, gezondheid en jeugd. Ja. Vertel. Ja, we gaan het 4x4 straatvoetbal van de KNVB organiseren bij TSC. En komt eigenlijk vanuit Mozaïek Welzijn. Daar kan Dave iets meer over vertellen. Ja, want het is een stageproject van jullie opleiding, hè? Ja, vanuit Mozaïek proberen wij de jongeren te motiveren om meer te gaan bewegen. En dat is wat Mozaïek vaak ook doet, om mensen te motiveren om meer te gaan doen en initiatief te nemen. En over welke jongeren hebben we het dan? Over de leeftijdscategorie van 12 tot en met 15 jaar. En die kinderen die gaan door jullie aangepakt worden, meegenomen worden naar straatvoetbal. Een groot avontuur. Ja, we gaan ze proberen om echt te motiveren, want de grote voetballers zijn ontstaan uit straatvoetbal. We hebben het over Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy. Ja, de echte succesverhalen. Ja, ja, precies. En die hebben ook dit idee gebracht om een beetje naar de KNVB toe te brengen. En daardoor dus eigenlijk het straatvoetbal weer populair laten worden, omdat het eigenlijk een beetje weggevallen is. Betekent dat jullie echt de straat op gaan om voetballertjes te werven? We gaan juist niet alleen voetballertjes, het is ook gewoon voor de niet-voetballers, zodat die ook in contact komen met met de sport. En meisjes, jongens, maakt eigenlijk niet uit. En iedereen is welkom. We willen de scholen alle scholen in Tiel afgaan en daarin ook flyeren, posters ophangen, zodat zeg maar, dat wij echt onze doelgroep kunnen bereiken en daar niemand in vergeten wordt. Ja, precies. En daarom ook dit gesprek aan tafel, hè? Want het is ook een mogelijkheid om voetballertjes te werven. Ja, zo kun je best wel een breed publiek bereiken. Wanneer gaat dit plaatsvinden, Dave? Het gaat plaatsvinden 13 mei in Tiel. Dat is de voorronde. De volgende ronde is in Beuzichem. Dat is 5 juni is dat. Dat is veranderd. Okay, dat is weer een maand later. Ja. Ja. En dan de regio, de landelijke finale, die wordt nog bepaald aan de aantal mensen die doorgaan in de rondes. Ja, dus het is ook niet zomaar een toernooitje. Nee, het is echt landelijk. Landelijk wordt dit georganiseerd. Fantastisch natuurlijk. Ja. Zeker. Ja, hartstikke leuk. Want waarom de jongeren in dit rivierengebied? Waarom is het belangrijk dat zij uit die stoel komen? Ja, het is voor ons Mozaïek zeer belangrijk dat de jongeren uit hun stoel komen, omdat... tegenwoordig ben je steeds meer met digitaal bezig. PlayStation, denk daar maar eens aan. Om ook, de telefoons, die altijd de hele dag bezig zijn. Ja. En ook dat de kinderen met elkaar juist meer bezig zijn. En ook de ouders en vrijwilligers daarin betrokken worden. Zodat eigenlijk ga je dan eigenlijk toe naar een participatiesamenleving waarin iedereen zeg maar, zijn bijdrage aan levert. Zeg maar. Ja. Hartstikke mooi. En het is natuurlijk ook super gezond om te bewegen. Dat staat erop. Zeker. Ja, dus de komende weken gaan jullie heel druk die scholen bezoeken, wellicht de wijk in en kinderen van 12 tot 15 motiveren om 13 mei naar het tech-terrein te gaan en daar op het kunstgras een prachtig toernooi te gaan spelen. Moeten kinderen zich aanmelden trouwens van tevoren of kunnen ze gewoon komen? En misschien moet ik even corrigeren op de leeftijd. Het is van 2002, geboortedatum, tot 2005. Dus 12, 13 jaar. Dus dat zou van 10 tot 13 zijn, denk ik. D en E-pillen. Oh, dat is net inderdaad een tikje jonger. Ja, dat is net een slagje jonger. Dat is net nog basisschool, zeg maar. Net, Laatste jaren basisschool. Nogmaals, Sven, kunnen ze gewoon komen of moet men zich wel inschrijven? We hebben via de tech-site gaan we een inschrijfformulier op de site plaatsen. Dat zou jouw verbindenis met TSC, dat mag ook duidelijk zijn, hè? Ja, ik voetbal zelf in het eerste bij TSC al een aantal jaren en... ik hoop het ook nog een aantal jaren vol te houden. Nou, hartstikke goed. Dus de website van TSC in de gaten houden. TSC.nl? SVTech.nl dacht ik. Ja, precies. We gaan het volgen. Het hele gebeuren leuk. Zou hartstikke mooi zijn. Goed initiatief. Dank je voor jullie komst. Graag gedaan. En heel veel succes. Dank u wel. Graag gedaan.
dan is het nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier vlakbij het huis van Henk Belgers en dat komt omdat wij een aanvraag voor het bloemetje van de week hebben ontvangen van SVTech. Henk heeft jaren voor deze voetbalvereniging het stadion voorzien met zijn stem. Hij was dus stadionspeaker en hij heeft onlangs afscheid genomen. Nou, alle leden, alle mensen, het bestuur, iedereen draagt Henk een warm hart toe. En ze willen hem in de bloemetjes gaan zetten en dat gaan wij nu doen met dit boeket. Goedemiddag, Henk Belgers, kom eens een klein stukje dichterbij. Ja, graag. We willen u graag even zien. Wij hebben een bloemetje. Komt u een stukje meer naar mij toe? Ik heb van een winkelbloem gehad. En waarom was dat? Bij Tech. En ter ere van wat is dit? Nou, dit komt inderdaad dus van Tech. Van al die leden, de mensen, het bestuur. Want u bent jaren de stem van Tech geweest. Ja, ja, dat klopt wel, ja. En daarvoor nog voorzitter? Ja, voorzitter. Penningmeester. Kantinebeheerder. Omroeper. Even anders gedaan. Ja, nou, dat wordt dus door al die mensen zeer op prijs gesteld. Ja. Dus bloemen zijn er nooit voldoende. Nou, dan stel ik wel een prijs. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, lekker wat rustiger aan doen. Ja, ik heb. Hebben dan een andere omroeper. Hebben ze inmiddels. Hè? En nu zit ik even in een dalletje. Nou, ik heb ook nog een seizoenkaart. Ik ben ook fan van NEC in Nijmegen. Heb ik een prachtige tijd beleefd, natuurlijk. Dus ik heb eigenlijk twee liefdes, NEC, maar Tech staat natuurlijk altijd voorop. Nou, hè? Ja. Ja. Nou, die liefde is volgens mij van alle kanten zo. Nou, dank je wel. Dank je wel. Ja, nou, heel veel geluk. Heel veel. Kom je koffie aan, Willy? Nee. We gaan weer door. Geniet lekker van de bloemen. Nou, dat zullen we dat doen. Hè? Tot... Pas mooi bij het mooie weer. Ja, dank je wel, hoor. Bij ons aan tafel zijn aangeschoven Alex van Valburg en Monica Rodriguez. Monica Rodriguez, ja. Van de Giga Kangaroedag. De Giga Kangaroedag, waar staat die naam voor? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. De kangaroo is vanuit de Korfbalbond, de KNKV, bedacht als beeldspraak. De kangaroo heeft te maken met snel, sprongkracht en eigenlijk ook een buidel waar kleine kinderen veilig kunnen bewegen. Ja. En dat samen is de Kangaroo Club geworden. Ja, de Kangaroo Club is voor kinderen van 4 tot met 6 jaar. Dus de hele kleintjes? Het staat ook voor de korfbalsport. Sprongkracht, snelheid en flitsend. Oké, enig. En nou wordt er 15 april, Monica, een dag georganiseerd. Hoe gaat die dag eruit zien? Nou, we hebben 430 kinderen uitgenodigd van een aantal basisscholen in Tiel. Dat is flink. En omgeving. Ja. En die ontvangen wij op ons korfbalveld, op Sportpark Rauwhof. Mm-hmm. Yeah. En dan gaan we een gezamenlijke warming-up doen. Met hoeveel kinderen? En 430 kinderen. Zo. En dan gaan die kinderen nogal, daarna... Een heel verhaal wordt dat. Jazeker, we zijn er ook al een tijdje mee bezig. Ja, snap ik. Ja. Ja. Een warming-up. Ja, en die warming-up die wordt verzorgd door... de leerlingen van ROC Rivor in Tiel. Ja. Daar is een klas, soort van daar hebben wij samenwerking mee. Mm-hmm. Een soort stageopdracht is het ook. Dus het, logisch. Het helpt elkaar. Ja. Ja. Nou, met zoveel kinderen en heb je dat die hebben nodig. Ook een aantal spellen uitgewerkt. Die hebben wij uitgezet op ons veld. En dan gaan we in groepjes van 5 gaan die kinderen langs al die spelletjes. En dat, daarna gaan we dat nog met een gezamenlijke activiteit afsluiten. En zo ziet onze ochtend eruit. We doen dat in 2 rondes. Dus er komt in 1 ronde een aantal groep kinderen. Mm-hmm. En, ja. Dus dat gaat ontzettend ochtends, leuk. Ontzettend leuk. Kindjes van 4 tot 6 jaar. Ja, dus. Groepen 1, 2. En waar komt het vandaan? Waarom van die piep jonge kindjes? Want die doen dat toch meestal niet? Eigenlijk is er voor groep 1 en 2 zijn er weinig echt toernooien. Als je kijkt van groep 3 tot 8 zijn er voetbaltoernooien. Er is ook een korfbaltoernooi, een schoolkorfbaltoernooi. Maar voor de kleinere kinderen is er geen toernooi of een activiteit. Ze zijn ook zo klein, hè? Ja, maar het is zo leuk om te zien. Als je vorig jaar zagen ze het veld op rennen. Mm-hmm. En dan zie je ze kunstgras en dan zie je de bukken en dan voelen ze het prikt. Het prikt. Dat gras kunstgras. Ja. Ja, en jij zei het ook in het vorige gesprek, hè? Voor die na het zwemmen is er eigenlijk even niks een aantal jaren.
Ja, eigenlijk is het zo dat je... Ja, dat is te laat. En eigenlijk zou ik zeggen, begin zo vroeg mogelijk met een balsport. Mm-hmm. Om dat ook goed bij het kind te ontwikkelen. Te leren met 4 jaar sneller met een bal goochelen, als dat ze 10 zijn. Ja. Monica, jij wilt er even op inhaken, want jij zei nou... Nou, nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, nee, ik schrok. Maar nee. Het is gewoon balbehendigheid leer je tussen de 4 en de 8 jaar. Het snelst. Nou, ook weer zo'n fantastisch initiatief. Helemaal in. En vorig jaar hebben we voor het eerst dit gestart. En het was zo'n gigantisch succes. Dus dit jaar... willen we dat opnieuw doen en hebben we dat verdubbeld in het aantal kinderen. Ja. Ambitieus. Ja. Het was zo'n succes en de kinderen hadden er echt zo'n veel lol in en plezier. Ja. En wij ook. Dus we hebben succes geprolongeerd. Juist. Ja. Verdubbeld zelfs. Hey, maar jullie steken daar wel heel veel tijd in, hè? Neem ik aan. Ja, wij niet alleen, want ook nog een andere school helpt ons hierbij. Dat is de school Lingeborg in Geldermalsen. Er zijn er 3 eerstejaars HAVO-leerlingen die ons helpen de groepjes te begeleiden. Dus zijn groepjes van 5 en daar is dan 1 begeleider bij van die school. Dus er zijn een hele hoop mensen bij betrokken. Ja, er zijn een hele hoop mensen bij betrokken. Ja. En, nog even in het kort. Op het sportpark van Tiel 72, dat is op Brouwenhof. Ja. 15 april. Mensen kunnen komen kijken. Van hoe laat tot laat is dat? Vanaf 8:30 tot en met 12 uur. Wat een feest. Ja. Alle kinderen zien. En het is echt hartstikke leuk. Er zijn filmpjes op de app verstuurd vorig jaar. Van ouders, ook van ouders. Op de website staat van vorig jaar een heel leuk filmpje. Waar je een beetje sfeer kan proeven hoe zo'n ochtend eruit ziet. Wij gaan kijken. Hartstikke leuk. Goed. Ik wens jullie heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En geweldig veel plezier met die 430 kindjes 15 april. Alle tasjes vullen, pakjes drinken, appels en koekjes. Alles moet klaar zijn. Dus er zit alles bij natuurlijk. Dank je wel. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, een pittige was het. En dat bedoel ik met name het gesprek met Otto van Wijk. Het geweld wat er allemaal plaatsvindt, wat vreselijk is, wat we uitgebreid besproken hebben. Hopen dat het opgepakt wordt door de verschillende partijen. Inderdaad, daarnaast hebben we natuurlijk nog andere prettige, leuke onderwerpen gehad. En natuurlijk ons bloemetje en de straatpraat. En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe Tiel aan tafel.